Goedemorgen, welkom allemaal bij de webinar. Vandaag is de laatste webinar van de sessies van de activiteitenplanner. En vandaag gaan we verder kijken naar de vaccinatieprogramma's en de activiteitenplanner zelf. Daarnaast is dit inderdaad de laatste webinar van dit voorjaar. Guido geeft het ook al even aan. En na de zomer starten we weer met een nieuwe serie webinars. Nou, we beginnen even met een korte introductie. Een aantal van jullie hebben waarschijnlijk al vaker een webinar gevolgd. Mijn naam is Marlo Heuver. Ik werk sinds januari 2019 op de helpdesk van Uniform Agri. Daarvoor heb ik veehouderij gestudeerd aan het Van Hal in Leeuwarden. Thuis hebben we ook een melkveebedrijf waar ik in mijn vrije tijd graag mag helpen. En daarnaast mag ik ook graag paardrijden. Nou, vandaag gaan we dus kijken naar de activiteitenplanner. Nog even eventueel een korte herhaling voor degenen die al eerder mee hebben gedaan. Waar is die activiteitenplanner nou voor? De activiteitenplanner zorgt voor een snelle, eenvoudige invoer. We kunnen meerdere behandelingen en of medicijnen tegelijk invoeren, maar ook alvast vooruit plannen. We kunnen dus ook taken gaan plannen. Deze taken kunnen we weer tonen op het dashboard. Of we kunnen er eventueel een specifieke attentielijst van maken. Bijvoorbeeld voor bekappen of een specifieke attentielijst voor een vaccinatie. Waar in het pakket zit dan de activiteitenplanner? Voor de activiteitenplanner gaan we naar het menu. Nummer 1, de registratie. En vervolgens kiezen we voor nummer 14, de activiteitenplanner. Nou, die activiteitenplanner die is weer onderverdeeld in 4 verschillende onderdelen. De behandelplannen, het zinkprogramma, vaccinatieprogramma en de activiteitenplanner zelf. De behandelplannen die hebben we de afgelopen 2 webinars al verder behandeld. Dus mocht u daar meer info over hebben, dan kunt u altijd de webinar nog even terugkijken op de site over de behandelplannen. Vandaag gaan we verder op in op de vaccinatieprogramma's en de activiteitenplanner. Met het vaccinatieprogramma kunt u een programma opstellen, bijvoorbeeld voor de pinkengriepvaccinatie. De dieren moeten bijvoorbeeld 2 weken na de geboorte op de lijst komen voor de eerste vaccinatie. En na een maand moeten ze weer op de lijst komen voor de tweede vaccinatie, voor de boostervaccinatie. In dat geval kunt u het beste het instellen via het vaccinatieprogramma. Is het een vaccinatie die bijvoorbeeld maar 1 keer hoeft te worden gegeven, bijvoorbeeld de Rotavec-vaccinatie, die moet bijvoorbeeld voor het afkalven worden gegeven, het is een eenmalige vaccinatie, dan kunt u die het gemakkelijkst instellen via de activiteitenplanner. Daar geven we dan aan dat de dieren op de lijst moeten komen voor de vaccinatie en vervolgens kunnen we hem via de groepsinvoer gemakkelijk bevestigen. Dus het vaccinatieprogramma, die gebruiken we met name voor een volledig programma, dus de vaccinatie moet nog 1 of 2 keer worden herhaald. Dan kiezen we het vaccinatieprogramma en anders de activiteitenplanner. De activiteitenplanner kunnen we verschillende activiteiten mee plannen op dierniveau, maar ook op bedrijfsniveau. Stel dat u de hele koppel een behandeling moet geven, zou u hem ook op bedrijfsniveau een herinnering kunnen instellen. Dan gaan we nou even naar het pakket voor een demo. Dus in het pakket gaan we naar het menu, de registratie en vervolgens naar nummer 14, de activiteitenplanner. Allereerst gaan we even kijken van hoe stellen we nou een vaccinatieprogramma in. Dus die stellen we in bij nummer 2, de vaccinatie. Op dit moment staat er nog geen vaccinatieprogramma in. Dus gaan we met de knop nieuw onderaan een nieuwe toevoegen. We kunnen hier een omschrijving invoeren, bijvoorbeeld pinkengriep, vaccinatie. De dag van invoer die staat standaard op vandaag. Vanaf deze datum kunt u dan ook het plan gaan gebruiken. Nou, stel dat u hem al wat langer gebruikt, dan zou u eventueel de datum terug kunnen zetten, zodat u ook met terugwerkende kracht alvast de dieren op de lijst kunt krijgen. Stel dat we hem even op 1 april zetten, de wijzigdatum. Dan zetten we daar ook aan gelijk. Stel dat het plan in de toekomst een keer wijzigt, dan kunt u de wijzigdatum aanpassen naar de datum vanaf welk moment het plan is gewijzigd.
En kunt u dan de behandeling of iets ook wijzigen. En vanaf dat moment wordt de wijziging doorgevoerd. Kunt hier de dierenarts selecteren. Bijvoorbeeld dierenarts Piet. Dan gaan we naar volgende. Nou, het vaccinatieprogramma kan uit verschillende uitgangspunten worden gebaseerd. Dus het kan op basis van koekalender, op basis van de ziekte of op basis van de behandeling. Nou, in dit geval is hij op basis van koekalender, want we willen de dieren op de lijst hebben zoveel weken na de geboortedatum. Eventueel kunt u nog een selectie maken op basis van de status. En links onderaan hebben we nog de knop geavanceerd. Bij de knop geavanceerd kunnen we eventueel nog filters instellen. Standaard staat diersoort melkvee geselecteerd en alle lactaties. Nou, stel dat u ook vleesvee heeft, dan zou u dus ook bijvoorbeeld het diersoort vleesvee kunnen aanvinken. Of dat u bijvoorbeeld een lijstje wil maken alleen specifiek voor vaarzen, een programma. Dan kunt u de overige lactaties uitvinken en alleen de eerste lactatie aanvinken. Dus op die manier kunt u nog iets specifieker een programma opstellen. Nou, als u het juiste uitgangspunt hebben geselecteerd, dus op basis van koekalender, gaan we naar volgende. We kiezen de juiste uitgangsdatum. In dit geval op basis van geboortedatum. En we willen alle kalveren die 14 dagen oud zijn op de lijst hebben. Vervolgens gaan we nogmaals naar volgende. En kunnen we hier de behandelingen toevoegen. Met het plusje voegen we een nieuwe dag toe. Dag 0 is altijd de eerste dag, dus de huidige dag. We kiezen de behandeling. Dan kunt u hier opzoeken of u kunt eventueel ook op omschrijving zoeken. Mocht hier er nog niet de juiste behandeling tussen staan, dan kunt u ook altijd met het plusje een nieuwe behandeling toevoegen. In dit geval kiezen we voor vaccinatie pinkengriep 1. Dus de eerste vaccinatie. Het medicijn komt er al bij te staan en de juiste hoeveelheid. De aanwendingsmethode. En vervolgens voegen we met de plus nog een dag toe. En willen we alle dieren 30 dagen, dus een maand na de eerste vaccinatie, weer op de lijst zien. Maar dan voor de vaccinatie pinkengriep 2. Nou, ik heb ook onderscheid gemaakt in de behandeling, dus vaccinatie pinkengriep 1 en 2, zodat het ook duidelijk is voor welke behandeling de dieren op de lijst komen te staan. Ook hier kiezen we het juiste medicijn, de juiste hoeveelheid, de aanwendingsmethode. Eventueel mocht u de eigen voorraad bijhouden, is het even belangrijk dat u ook deze vinkjes aanzet, indien het van eigen voorraad komt. Dat zou met de vaccinatie waarschijnlijk niet zo zijn. Dan hebben we onderaan nog de optie plan een actie alleen als de vorige actie uitgevoerd is. Of plan een actie ook als de vorige actie nog niet is uitgevoerd is. Nou, de bovenste optie, dan zult u alleen de eerste vaccinatie in beeld zien. Als u de onderste optie kiest, dan kan het dus ook zo zijn dat de dieren al op de lijst komen te staan voor de volgende behandeling. Terwijl de eerste behandeling nog niet is gegeven. In dit geval kiezen we dus voor de eerste optie, want we willen alleen de dieren zien die dus voor de eerste vaccinatie op de lijst staan. En nog niet de dieren voor de tweede vaccinatie als ze de eerste nog niet hebben gehad. Als je alles heeft ingesteld, klikken we op voltooien. En is het vaccinatieprogramma toegevoegd. Nou, als u dus het programma heeft toegevoegd, dan willen we hem dus ook graag terugzien op een specifieke attentielijst. Dan gaan we deze even sluiten. Dan gaan we even naar dashboard, dus u kunt ervoor kiezen om ze bij de knop taken terug te laten komen. Maar u kunt ook een specifieke aparte attentielijst maken. We gaan even laten zien. Als u dus weer terug gaat naar het menu, naar de registratie, kunnen we naar nummer 3, de attentielijsten. Vervolgens kiezen we nummer 1, de attentielijst. Nou, ik zie hier dat die ook al bovenaan is toegevoegd, zodat u hem ook bovenaan in de knoppenbal kunt toevoegen, zodat u ook snel en gemakkelijk met het pijltje de juiste attentielijst kunt selecteren. Nou, we zien hier dat hij al een preset opent. Rechts onderaan bij de eigenschappen
kunnen we een nieuwe preset aanmaken, dus een nieuwe attentielijst aanmaken. We klikken dan op deze preset opslaan als. Dan gaat hij dus een nieuwe attentielijst aanmaken. Dan vraagt hij om een naam. Dus bijvoorbeeld pinkengriepvaccinatie. Klik op OK. En dan is dus de nieuwe preset, de nieuwe specifieke attentielijst aangemaakt. Daarnaast is het dus belangrijk dat we aangeven welke dieren we dan op de lijst willen zien op deze attentielijst. Alleen de taak is aangevinkt, dus dat is goed. We willen alleen een taak zien en we willen niet de draagcontrole of afkalvingen bijvoorbeeld zien. Alleen de taak. En vervolgens kunnen we bij het tabblad activiteitenplanner aangeven welke we van de activiteitenplanner op de lijst willen zien. Nou, het begint bij het tabblad behandelplannen. Dan zien we dat er 2 van de 24 zijn aangevinkt. Die gaan we even uitvinken. Want we willen geen behandelplannen op deze lijst hebben. Maar we willen het vaccinatieprogramma op de lijst hebben. We selecteren de pinkengriepvaccinatie. Belangrijk is even, als u de juiste heeft geselecteerd en alle instellingen goed staan, dat u dan ook even weer de preset opslaat. En vervolgens kunnen we dus zien welke dieren er op de lijst staan. Dan komen hier dus een aantal dieren op voor de eerste vaccinatie. Deze dieren zijn al wat te laat, want die zijn al wat ouder. Stel dat u deze dieren al heeft gehad, kunt u dus via de groepsinvoer ziektebehandelingen. Dan is het even belangrijk op het moment dat het dus een vaccinatieprogramma is en ze staan erop voor de eerste behandeling, dat u dus kiest voor de optie start vaccinatie of zinkprogramma. Dus deze optie kiezen we. Vervolgens kiezen we het juiste vaccinatieprogramma. Dus weer die pinkengriep. We gaan naar volgende. Hier kunt u dus selecteren welke dieren u heeft gehad. Stel dat we de bovenste twee hebben gehad, kunnen we naar volgende. Worden gelijk de behandelingen toegevoegd en kunt u ze voltooien. Dus de eerste vaccinatie die u geeft via het vaccinatieprogramma, daar moet u het vaccinatieprogramma nog starten. Daarna de volgende kunt u ingeven via het bevestigen behandelingen. Dus dan gaat u weer naar de groepsinvoer ziektebehandelingen. En de tweede vaccinatie die kunt u alleen nog, hoeft u alleen nog te bevestigen. Dus dan hoeft u niet meer het vaccinatieprogramma te starten. Deze even sluiten. Dan gaan we even terug naar de activiteitenplanner, nummer 14. En gaan we even kijken bij de activiteitenplanner zelf. Hier staan al een heel aantal voorbeelden in. Bijvoorbeeld ook de Rotavac-enting. Als we deze even gaan wijzigen, dan zien we dat deze is gebaseerd op dierniveau. Nou, dit is al een bestaande, dus dit kunnen we niet meer wijzigen. Dan gaan we naar volgende. Het uitgangspunt. Hier kunnen we dus ook weer verschillende uitgangspunten kiezen. In dit geval dus op basis van koekalender. We willen graag alle drachtige dieren en alle droge dieren. Dan gaan we naar volgende. En op basis van de verwachte afkalving, 56 dagen voor de verwachte afkalving, willen we de dieren op de lijst hebben voor de Rotavac-enting. Nou, het kan bijvoorbeeld ook op basis van de verwachte droogzetting, dat u zegt ik wil ze graag 14 dagen voor de verwachte droogzetdatum op de lijst hebben. Dat kan ook. Vervolgens gaan we naar volgende. En dan hebben we hier dus verschillende opties voor de presentatie. Nou, in dit geval willen we dus de dieren op de lijst houden gedurende een periode, tenzij er een behandeling is geregistreerd. Dus die dieren voor de Rotavac-enting blijven er in principe 62 dagen op de attentielijst staan, totdat er een behandeling is ingevoerd. Dat moet dus de behandeling Rotavac-enting zijn. Dan gaan ze van de lijst af en anders gaan ze er na 62 dagen automatisch vanaf. Dan hebben we hier nog de registratieperiode. Die is 80 dagen voor de geplande datum tot en met het einde van de presentatieperiode. Die registratieperiode die checkt of het dier 80 dagen voor de geplande datum al die Rotavac-enting, die behandeling al heeft gehad.
Nou, heeft hij die behandeling 80 dagen daarvoor al gehad, dus ergens in die 80 dagen daarvoor, dan komt het dier niet op de lijst omdat hij die behandeling al heeft gehad. Daar is die registratieperiode voor. Vervolgens gaan we naar volgende. Staat er hier nog een keer duidelijk uitgelegd in een korte samenvatting wanneer ze op de lijst komen en wanneer ze van de lijst afgaan. Nou, zo kunnen we dus verschillende activiteiten plannen. Dus dat kan voor een road effect enting, dus stel dat ze die, maar dat kan bijvoorbeeld ook voor bekappen. Stel dat u de dieren wilt bekappen, bijvoorbeeld bekappen rond 100 dagen, dan kunt u daar ook de activiteitenplanner voor gebruiken. Stel dat u ze wilt bekappen voor 100 dagen en ook bekappen voor het droogzetten, kunt u daar ook specifieke activiteiten voor plannen. Nou, we hebben hier ook bekappen kreupelheid. Als we die even gaan bekijken. We gaan naar volgende. Dan zien we dat dit activiteit is gebaseerd op een ziekte. Nogmaals naar volgende gaan. Zodra het dier dus de ziekte te bekappen kreupel krijgen, komen ze ook op de lijst naar voren om te bekappen. Dan blijven ze ook 40 dagen op de lijst staan. Tenzij ze dus een behandeling bekappen krijgen, dan gaan ze weer van de lijst af. Op die manier kunt u dus ook bijvoorbeeld de kreupele koeien snel en gemakkelijk op de te bekappen lijst zetten. Nou, stel dat u dus hier die activiteiten heeft gepland, deze allemaal op dierniveau. U kunt ook een nieuwe aanmaken, bijvoorbeeld op bedrijfsniveau. Stel dat u een voetbad wilt geven voor de hele koppel, dus op bedrijfsniveau. Dan gaan we naar volgende. We kiezen de eerste alarmdatum, dus vanaf welk moment wilt u daarmee beginnen. Nou, bijvoorbeeld vanaf aankomende maandag. En dan kunt u de frequentie kiezen. Wilt u bijvoorbeeld maandelijks doen of elke 3 maanden, elk half jaar? Nou, stel elke 3 maanden. Dan kunnen we naar volgende en voltooien. Dan komt er dus voor het hele bedrijf elke 3 maanden een attentie naar voren voor het voetbad. Dus op die manier kunt u ook voor uzelf weer even een herinnering plaatsen van wat er nog moet gebeuren. Nou, als u deze allemaal heeft ingesteld, kunnen we daar dus ook weer specifieke attentielijstjes voor samenstellen. Die even sluiten. Dan gaan we weer terug naar het menu. Naar nummer 1, de registratie. Kiezen we weer nummer 3, de attentielijsten. En dan nummer 1, de algemene attentielijst. Nou, het gemakkelijkste is voor de attentielijst om ze bovenaan toe te voegen in de knoppenbalk. Indien ze bij u nog niet in de knoppenbalk staan, kunt u ze altijd met de rechte muisknop toevoegen aan knoppenbalk. En dan wordt die ook bovenaan toegevoegd. Dan opent hij weer de laatst geopende preset, in dit geval die pinkengriepvaccinatie. En bij de eigenschappen zou u dus ook weer een nieuwe attentielijst kunnen maken. Een nieuwe preset, bijvoorbeeld voor het bekappen. De taak staat al geselecteerd. Hij kijkt 7 dagen vooruit. En bij het tabblad Activiteitenplanner kunnen we weer aangeven. Vinken we even het vaccinatieprogramma uit. Dan gaan we naar dierniveau. En kunnen we dus aangeven welke activiteiten we op de lijst willen zien voor bekappen. In dit geval dus deze 4 activiteiten die we net hebben. Die al zijn ingesteld via de activiteitenplanner. Eventueel zou je dus ook op bedrijfsniveau nog het voetbad kunnen toevoegen. Nou, als u alles heeft aangevinkt, dan gaan we de preset opslaan. Oké. En wordt er dus een specifieke lijst gemaakt voor de te bekappen koeien. En ook op bedrijfsniveau komt dus het voetbad er alvast op te staan. Nou, als u zo'n lijst heeft, kunt u dus ook daarna, als u dus al heeft bekapt, via de groepsinvoer ziektebehandelingen snel en eenvoudig de invoer doen van een nieuwe behandeling. U kunt het gemakkelijkste snelle invoer gebruiken op basis van de activiteitenplanner. En kunt u bijvoorbeeld
alle dieren rond de 100 dagen. Selecteren volgende. En krijgt u gelijk de dieren die voor dit activiteit gepland staan. Volgende. Dus een preventieve behandeling. Volgende. De datum staat op vandaag. Stel dat u het gisteren heeft gedaan, kunt u de datum hier nog wijzigen. Volgende. Voltooien. De behandelingen zijn ingevoerd en de dieren zullen van de lijst afgaan. Op deze manier kunt u dus zelf specifieke attentielijstjes samenstellen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deze acties op de dierenartscontrolelijst te zetten. Als we even teruggaan naar het menu, we kiezen nummer 10, de begeleiding, hebben we hier de dierenartscontrolelijst. Nou, ook voor de dierenartscontrolelijst geldt dat u specifieke presets kunt samenstellen. Rechts onderin bij de eigenschappen kunt u dus specifieke presets maken. De eigenschappen openen. Kunnen we hier dus ook de activiteitenplanner tonen op de dierenartscontrolelijst. Dus u kunt ervoor kiezen om alle acties op dierniveau op de dierenartscontrolelijst te tonen. U kunt aangeven hoeveel dagen vooruit u moet kijken. Als we hem opslaan, dan zullen we zien dat ook op de dierenartscontrolelijst dan de activiteitenplanner wordt toegevoegd. En we zien dan ook gelijk wat er is gepland voor deze dieren. Bijvoorbeeld de rotavek-enting. Dus op die manier zou u dus ook de dierenartscontrolelijst kunnen samenstellen met de specifieke activiteiten via de activiteitenplanner. Dat was even in het kort hoe je dus een vaccinatieprogramma ofwel een activiteit kunt plannen via de activiteitenplanner. Zijn er vragen over dit onderwerp? Indien u een vraag heeft, kunt u die stellen in de chat. Ik zie zo nog geen vragen binnenkomen. Mocht het zo zijn dat u achteraf toch nog vragen heeft, kunt u altijd even contact opnemen met de helpdesk en dan kijken we even met u mee. Daarnaast wordt er ook een opname van deze webinar nog toegevoegd aan onze website en zou u hem ook altijd nog even weer terug kunnen kijken. Ik zie verder geen vragen binnenkomen, dus als er verder geen vragen zijn, gaan we de webinarshow beëindigen. Dit is dan ook de laatste webinar van dit voorjaar. Dus voorlopig even geen webinars meer. Na de zomer starten we weer met een nieuwe serie. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de aandacht. Na afloop komt er nog een korte evaluatieformulier in beeld. Wil ik ook even vragen of u die nog even zou willen invullen voor de eventuele tips voor een volgende webinar. Allemaal hartstikke bedankt en hopelijk tot een volgende keer.